Het oorlogsmonument waar op 4 mei de herdenking werd gehouden voor de oorlogsslachtoffers in Heidhuizen is getroffen door bronsdieven. Ze gingen er vandoor met een aantal plakettes waar namen van inwoners op staan die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Het lukte de dieven om 3 van de 5 plakettes los te maken. Het is niet de eerste keer dat het uit de jaren 80 stammende monument wordt getroffen door bronsdieven. Dat gebeurde 2 jaar geleden ook al een keer. De gemeente Leudal is eigenaar van het monument en ze doen aangifte bij de politie van de diefstal. De Vredesborg in Heidse is de plek waar de herdenking plaatsvindt van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.